gesprek met Paul de Beer, wethouder. Groot project in Breda. We zitten hier op Stek. Een van de grote projecten die jij doet is het haveneiland. Wat is nou je droom? Als we nou hier over 15 jaar, zeg 10, 15 jaar hier rondlopen en we zijn op Stek. Wat gaan we beleven? Wat zien we? We hebben al heel veel moois in Breda, dus je zou dan misschien geneigd zijn om dat te gaan kopiëren. Maar ik denk dat dit ook echt een stukje binnen onze stad is die wat zich er perfect voor leent om iets toe te voegen. Een stukje stedelijkheid, echt een sprong van de stad die we nu zijn naar nou ja, toch wel een grote stad. Ja. Dit stukje stad moet echt anders worden dan wat we al in de stad hebben. Maar wat zijn, komen er beeldbepalende gebouwen? Waar zit het hem in? Ja, het zit hem denk ik op een aantal dingen. Het zit in de manier van bouwen. Hier zullen we wat meer de hoogte gaan zoeken dan we in Breda gewend zijn. Het zit hem ook in het feit dat we heel veel contact hebben met het water. Niet alleen als het gaat om energieopwekking, maar ook in de sfeer van recreatie, contact met het water. Maar ook met groen. We willen het ook echt een groene locatie laten zijn. Dus het is heel goed, wat mij betreft heel goed denkbaar dat we, als we dan de hoogte opzoeken, dat dat ook groene torens zijn. Ja, ja. En dat dat op die manier ook een toevoeging is, want dat kennen we in Breda ook nog niet. Maar heb je dromen van architecten die je zou willen uitnodigen om hier... Nou, dat nog niet per definitie. Daar is het ook nog net iets te vroeg voor. Waar we wel over dromen, en die droom hebben we ook wel al een beetje in het bestuursakkoord opgeschreven, is dat we ook wel zoeken naar echt een beeldbepalend gebouw op deze, ergens in dit gebied. Dat hebben we natuurlijk al wel met het gerechtsgebouw. Maar we zoeken echt nog naar een gebouw wat enerzijds door hoe het eruit ziet iets bijzonders is, een trekker is. Maar ook door de functie wat ook mensen uitdaagt of uitnodigt om hier naartoe te gaan naar deze plek. Er zitten hier natuurlijk allerlei mensen die zeg maar de zogenaamde placemakers. Ja. Hè? Die hebben hier hebben de kans gekregen, maar ook de kans gepakt en mee ontwikkeld om hier een bepaalde sfeer te creëren. Hoe blanco is dan die A4? Of wordt dat helemaal terzijde geschoven? Nee, dat absoluut niet. Die hebben dit gebied nu al gemaakt tot wat het is. En daar gaan natuurlijk niet zomaar met één pennenstreep weer laten verdwijnen. Het zal ook niet precies in de huidige toestand behouden kunnen blijven. Nee, dus het zal een beetje een puzzel worden waarbij je eigenlijk wil dat... Ja, de gave dingen die dit gebied al heeft voorgebracht, dat we die wel op een of andere manier ook hier laten bestaan. En die woningen, 6000 woningen hebben jullie staan in je coalitieakkoord, flink. Hoeveel daarvan moeten hier ongeveer landen? Ja, dat is een beetje afhankelijk van of het bij dit gebied blijft, of dat we misschien nog iets verder noordwaarts gaan, of dat we naar het CSM-terrein ook nog voor deels of geheel kunnen meenemen. Maar ik denk wel aan... Ik denk eigenlijk dat het wel de potentie heeft voor meer dan 1000 woningen. Maar en wat voor termijn hebben we daar dan? Ik ben nogal ongeduldig aangelegd. Dus het liefst zou ik ook een aantal jaar dit ook echt flink willen realiseren. Maar dat is eigenlijk, als je het hebt over het ontwikkelen van een wijk, is het ondenkbaar om te denken dat dat in 5 jaar kan. Nou. Wat ik wel vind dat moet gebeuren, is dat deze periode echt al op een aantal plekken de schop in de grond moet. En hoe ver we komen, ja, dat is niet alleen afhankelijk van de gemeente, is ook afhankelijk van andere factoren. Maar dan zouden de eerste woningen deze periode al wel opgeleverd moeten worden. Oh, dat is ambitieus. Even kort samengevat, dit stukje stad. Dus we hebben over duurzaamheid, over urban, water, woningen, diversiteit, nieuwe architectuur wellicht. Nou ja, een nieuwe icoon. Een nieuwe icoon. Wat ik daar wel bijvoorbeeld, Sagrada Familia. Ja. Ik ken je misschien, dat is heel bijzonder. Er zijn ze al tientallen jaren, wordt daaraan gewerkt, of nog veel langer. Ja. Maar als je dat concept nou eens op het Bredaanse zou loslaten. En je kijkt naar hoe we de grote kerk nu koesteren op het moment. En dat zullen we altijd blijven doen in het Bredaanse. Terwijl toen vonden mensen hem lelijk toen hij net klaar was. Dat vind ik weer heel grappig. Maar zou het niet gaaf zijn om naast het koesteren van de grote kerk ook met de stad te bouwen aan een nieuwe icoon in dit gebied? Een nieuwe icoon wat je ook met elkaar maakt, misschien met crowdfunding. Wat begint als een gebouw van misschien 5 verdiepingen, maar ook in de tijd groeit tot iets wat eigenlijk organisch de nieuwe icoon van de stad wordt. Ja, dat zou leuk zijn. Maar dat is een idee in het hier en nu. Ik nodig eigenlijk iedereen uit om erover mee te denken, over wat de icoon kan worden. Het icoon. Nou, dankjewel. Marieke de Nobel, GroenLinks. We zitten hier in Pier 15, de Skatehal. Je woont zelf in de Belkrum.
Ik woon al 13 jaar met veel plezier in de Belkan. En volgens mij is een deel van de dynamiek heeft ook te maken met de aanwezigheid van Pier 15, van Belkan Beach, van Stek. Dus belangrijk dat er ook woningen worden gebouwd uiteraard. Hè? Mensen willen graag hier in de wijk wonen. Maar deze locaties zijn ook heel erg belangrijk. Je hebt hier allerlei plekken, die zijn hier gekomen. Ja. Eigenlijk doordat het leeg stond. En doordat er, die hebben gezorgd dat het een goede sfeer is, waardoor de mensen willen wonen. En nou, wat moeten ze dan met deze plekken? Ja, daar zijn plannen voor om dat te verhuizen, inderdaad. Ja. Maar ergens is het een beetje zuur natuurlijk. Op het moment dat je zorgt voor een aantrekkelijke wijk. Mensen willen hier graag wonen. En dat je dan, dan wordt het gezegd van, nou, sorry, maar ga nu maar ergens anders naartoe, want we gaan hier huizen bouwen. En vanuit de politiek, hè, vanuit de raad, hoe gaan jullie daar dan mee om? Ja, het is natuurlijk iets wat op langere termijn speelt. Hè. De afspraken met de partners hier, die lopen nog een aantal jaren. Je kan natuurlijk politiek voor gaan liggen. De vraag is altijd of dat altijd even effectief is. Ik denk altijd dat je dingen in goed onderling overleg moet doen. En daarnaast is het ook de bedoeling dat dit een heel duurzaam deel van Breda wordt. Ja. Ik neem aan GroenLinks dat jullie daar wel wat daar hebben wij wel een mening kunnen over. Ja. Gaan de plannen ver genoeg? Dat is natuurlijk ook iets wat je in de loop van de tijd ook gewoon elke keer in de gaten houdt. Wat wij zelf bijvoorbeeld meekomen is van, als je zo dicht bij het centrum van de stad gaat wonen, zo dicht bij het station, is het dan nodig om parkeerplaatsen te hebben voor je deur? Dat is bijvoorbeeld ook iets waar wij mee bezig zijn. Ja, wat voor ons ook heel belangrijk is, dat er veel groen is. Dat het bijna natuurachtig is. Dat hier ook plek is voor allerlei kleine dieren, vogels, vleermuizen, dat soort van zaken. Ja, dat je daar rekening mee houdt. Ja. Wij begrijpen vergroening, duurzaam, maar ook veel hoogbouw. Ja, dat is natuurlijk op zich wel jammer. Aan de andere kant, op het moment dat je betaalbare woningen wil, dan kan het zijn dat je natuurlijk toch een beetje de hoogte moet. Zoveel plekken is er natuurlijk ook niet. Nee. Want als jij zou dromen, hè, wat is het ook wel een unieke kans natuurlijk, zo'n heel gebied ontwikkelen. Waar zijn jullie kritisch op? Ja, wij zijn natuurlijk kritisch op. Er zijn natuurlijk altijd mensen die hele grote huizen willen. Je zit aan het water. Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou, we zetten gewoon 20 villa's neer met een eigen steiger. En dat is natuurlijk ook, dat rendeert ook. En ik denk dat het juist belangrijk is om, ook voor die diversiteit van die wijk, dat je inderdaad ook sociale woningbouw hebt. Natuurlijk mogen er grote woningen komen, maar ook kleinere woningen voor kleinere gezinnen. Maar ook mensen die gewoon minder budget hebben. Oké, maar dus over het algemeen, jullie houden het goed in de gaten, maar zijn wel we zijn heel kritisch op onze belangrijke punten. Dus inderdaad diversiteit, groen, duurzaam, dat soort van zaken. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ik sta met Jeroen Hoefsloot, programmamanager van Via Breda. We staan hier in Electron, op dit moment het informatiecentrum voor Via Breda. En we kijken naar de nieuwe wijk, het Havenkwartier. En het begint hier op de maquette al langzaam zichtbaar te worden. Nou, in het Havenkwartier op de maquette zie je de Speelhuislaan lopen. Je ziet daar de watertoren, die springt omhoog. En dan zie je een gebouw van TB Bastianen. Nou, TB Bastianen is bestaande bedrijvigheid die daar blijft. Ja. Een uitdaging is dan om toch wat meer auto's op het terrein van TB Bastianen te krijgen, zodat we in de Speelhuislaan ruimte krijgen voor groenontwikkeling. Maar dat is een bedrijf wat blijft functioneren. Ja. De cultuurmakers van Klavers Jansen, Podium Bloos, mm-hmm. Deze creatieve ondernemers in Electron. Ja. Dus een groot deel, en Nemetek natuurlijk, dat zijn bestaande bedrijven, Aldi, Jumbo, bestaande winkels. En er zijn dus bedrijven die blijven functioneren. Sommige bedrijven zeggen van, ik vertrek liever. En andere bedrijven zoals Aldi, Jumbo, daar heb je dan gesprekken mee om tot een stukje upgrading te komen van die plek. Ja. Ja, zo spelen dus allerlei belangen en moet je samen met die toekomstwensen van bewoners en eigenaren kijken hoe je dat plan geleidelijk aan ontwikkelt. Ja. En als we nu kijken, waar staan we op dit moment? AM gaat nu over tot de verkoop van de eerste woningen
op dat braakliggend terrein aan de noordzijde. Driehoefijzers Noord wordt daar ontwikkeld. We zijn bezig met het bestemmingsplan voor TES, waar de Albert Heijn terugkomt. We zijn bezig met het haalbaarheidsonderzoek voor een woonzakelijk centrum, ook met wonen erin en een hotel. Dat heet Vuistrex, aan deze kant van het station. Ja. Nou, dit gebied rondom het station, dat heet Stationskwartier. Ja. Nou, dat moet je zien als een soort modern zakelijk centrum met veel nieuwe vormen van werken. En een mooie icoon, het gerechtsgebouw. Ja. Maar daar hebben we dus 14 jaar over gedaan om dat gebied zover te krijgen. En we zijn nog een paar jaar bezig. Ja. Nou, dus je moet bedenken dat we zeker weer 25 jaar verder zijn om de volgende stap daaraan toe te voegen. En dat is het havenkwartier. Ja. Nou, waarom noem ik die twee? Omdat het gaat over het programma Via Breda. Maar we proberen wel verschillende milieus te maken. En eigenlijk zeggen we, het centrumgebied van Breda heeft een binnenstadmilieu. Die is historisch, met Valkenberg, een prachtige omgeving. Stationskwartier, dat heeft dan die zakelijk moderne sfeer. En havenkwartier, dat is weer een nieuw milieu wat we toevoegen aan de stad. Zo heb je dus drie verschillende vestigingsmilieus. Ja, dus het is één groot gebied, maar met verschillende manieren van leven en samenwerken en dat soort zaken. Ja. Kijk naar het gebied en naar het havenkwartier waar we naartoe gaan. We hebben op de achtergrond hier een heel groot sfeerimpressie van hoe het mogelijk eruit zou kunnen zien. Ja, je ziet hier ambitiekaart, ja. Dus dat is geen plan. Maar dat is echt weer zo'n lange termijnvisie. Dat zou een mogelijk richtpunt kunnen zijn voor over 20, 25 jaar. Ja. Nou, we staan nu hier onder die toren. Ja. Dus we staan in een uitbouw van Elektron. En aan die kop van die haven, hier is een toren getekend. En het eerste gebied wat we gaan ontwikkelen, dat is eigendom van Amvest. En een uitdaging daarin is om erfgoed een plek te geven. Nou, hier hebben we de hallen van Bakker en Rup behouden. We hebben ook nog de stokvishallen aan de overkant van de Belkenweg. En we staan in Elektron. Ja. Heb je eigenlijk vier gebouwen met erfgoedwaarde. En dat is een uitdaging al om die te behouden. Nou, je wil dus ook die waterloop verder ontwikkelen. Met recreatievormen, met vervoer over water, met groen, met natuur. Een gezond woonmilieu maken. Maar dat geeft natuurlijk ook prachtige uitzichten. Ja, dus hoog wonen wordt hier heel interessant in dit gebied. De mooie woonboten. Sommige zijn echt heel klassiek, hè, zoals de zwerver. Dat is een wonen hier ook echt mensen? Ja. Ja. En sommige mensen heb ik me laten vertellen. Ik dacht dat die mevrouw net voorbij kwam, al een jaar of 16. 16? Ja. Zo. Dus die hebben hier altijd gewoond in een industriële omgeving. Dus we staan nu wat ik binnen noemde het hart van het plangebied, ja. De haven. Met behoud van de woonboten. En vanaf die oever, vanaf het witte gebouw, inclusief het erfgoed, heeft Amvest het gebied in eigendom. En wat we ook gaan doen, die kade openbaar maken. Dus een wandelpromenade over die kade van eind tot begin. En doorlopen naar Klavers Jansen, die voor iedereen natuurlijk toegankelijk is. Ja. En het liefste zou een mooie ambitie zijn om daar dus een brug te maken over het water. Zodat je hier gewoon een rondje rond de haven kan lopen. Ja. Ja, en dan is dus dat echt de eerste fase. En dan de fase daarna, dat noemen we dus dit gebied waar we staan. Dat is dan het haveneiland. Nou, het krijgt weer een andere sfeer. Maar die plannen moeten we nog allemaal doordenken. Dat is pas weer over een jaar of 5, 6. En op termijn, op welke termijn schat u dat hier het hele nieuwe havenkwartier gereed en afgerond is? 2040, 45. Zo, dus nog even weg. Maar het is een geleidelijke transitie. Hè? Dus voor die tijd kan je hier al ideaal en mooi wonen. En dan zal hier nou, nog wat bedrijvigheid zijn. En hopelijk komt dan ook bootje varen en allerlei. Komt het waterverkeer op gang. Ja. Dan wordt het hier een dynamisch gebied in het havenkwartier. Nou ja, ook op het water. Over tientallen jaren is ook de nieuwe markt af, denk ik. Dus dan. Ja, kan je doorvaren. Helemaal rond. Ja. Precies.